En hier gaat het om. De voetbalvelden en tennisbanen liggen nu nog ingeklemd tussen het spoor en de A15. Maar Sliedrecht wil ze naar het noorden verplaatsen, waar nu nog weilanden zijn. Er is zelfs al land gekocht. Maar de provincie houdt voet bij stuk. In het Groene Hart mag niet gebouwd worden. Iets wat ze in Sliedrecht anders zien. Volgens Europese normen moet er voor één koe 1 hectare beschikbaar zijn. Waarom zouden we daar niet voor een groeiende, bloeiende voetbal- en tennisvereniging ook wat ruimte mogen claimen? Bij voetbalvereniging Sliedrecht zijn ze na jaren van onzekerheid eigenlijk wel blij met de duidelijkheid. Nu kan er eindelijk opgeknapt gaan worden, want door alle mogelijke verhuisplannen is er weinig in de huidige locatie geïnvesteerd. De kleedkamers zijn echt geantidateerd. En dan kan je zeggen, ja, een bank, een keer een stuk hout er vanaf of dat soort dingen, dat weet ik nog wel, dat kan je nog repareren. Maar je infrastructuur qua je wc, je douche, je hygiënebeleid hierin, moet je gewoon echt goed kunnen aanpassen aan deze tijd. En dat is het niet. Dus daar zie je een stuk verloedering. Toch laat Sliedrecht het er niet bij zitten. De gemeente gaat nogmaals, samen met de andere Drechtsteden, bij de provincie aankloppen. De plannen zijn dan ook erg belangrijk, omdat Sliedrecht, dat ingeklemd zit tussen de Beneden Merwede, de A15 en het spoor, nauwelijks ruimte heeft om uit te breiden. De verplaatsing van de sportvelden is dan ook hard nodig. Bestaande bedrijven krijgen dan de gelegenheid om uit te breiden. En ook kunnen bedrijven elders in Sliedrecht verhuizen naar het industrieterrein, zodat daar weer ruimte vrijkomt voor woningbouw. Voor VV Sliedrecht moet het snel duidelijk zijn of de protesten van de gemeente bij de provincie nog succesvol zijn. Als ik al de ambities van alle politieke bestuurders zo voor me ziet, denk ik dat dat binnen nu en 2 maanden moet uitgesproken zijn. Want als het voor 3 maart de gemeenteraadsverkiezingen niet uitgesproken is, denk ik dat het een lange termijn verhaal wordt.